Ik ben Matthijs Groening, ik ben student in Utrecht. Een pianolerares die stopte ermee, na 10 jaar eigenlijk al. En toen wist ik niet meer wat ik wilde doen. Mijn ouders, ja, je moet doorspelen, je moet piano of iets anders. En mijn vader die zet elke ochtend standaard op zondagochtend een cantate van Bach op. En die is ook gigantisch fan van Bach. En ja, die zei van, ja, dan moet je nu orgel gaan spelen. Ik zeg, ja, orgel. En ja, toen heb ik daar enigszins wat dingen van opgezocht. En in films wordt het vaak soms toch in een vijand of een schurk in een film. Die wordt dan met van dat orgelmuziek. En het heel bekend wordt vaak dan... Ik heb het wel zelf geactiveerd, denk ik wel. En ik heb ook echt mijn eigen smaak in van Bach. Maar het is wel vanaf moment 1 elke keer op de achtergrond op zondagochtend erin gegoten, inderdaad. Ik vind dit leuk, zo'n Bachdag. Maar niet alle jongeren, maar over 10 jaar is 10% meer is Bach-liefhebber onder de jeugd. En het grijze circuit is er nu enthousiast voor. Maar de komende tijden... dat men doorheeft dat de grijze golf een goede keuze heeft gemaakt. En dan hier in Amersfoort doen ze een Bachdag. Goed idee? Tuurlijk. Elke dag zou Bachdag moeten zijn voor iedereen eigenlijk. Maar om 1 dag inderdaad met muzici en professionals daar aandacht aan te besteden... voor iedereen, liefhebbers en gewone mensen die het niet kennen. Fantastisch. Dus kom allen naar die Bachdag Amersfoort. Beleef dat.